Welkom bij deze 11e sprintreview alweer. 28 september 23. We willen u eventjes bijpraten over de voortgang op de verwerking resultaat van de publieke consultatie. En nog even een recap doen. We hebben er de vorige keer wat uitgebreider over gesproken. Over de issues die we voor Imbro op zullen pakken. Dat zal ik voor mijn rekening nemen. Daarna zal Brechtje even wat vertellen over de volgaanpak Imbro. Imbro A onder de omgevingswet van SLT. En dan tot slot even herhaling van de tijdlijn, zoals we die vorige keer ook gepresenteerd hebben. En een vooruitblik op de komende sprint. Tweede registratie hebben we het nog altijd. Tweede registratieobjecten, SAD, SLD, jullie bekend. Eerst even inzoomend op SAD. Eigenlijk is al onze tijd en energie en effort gestopt in de resultaten van de publieke consultatie. Vorige keer toen we elkaar spraken, dat was eind augustus. Toen waren er nog een tiental, meen ik, reacties binnen. Maar de buitenwereld heeft ook een enorme eindsprint genomen. Dus we werden 1 september, hadden wij totaal overzicht en 35-tal partijen die gereageerd hadden. Omgevingsdiensten, gemeenten, provincies, adviesbureaus, de geodata vanuit TNO. En ook dat leidde tot een lijst met ruim 300 opmerkingen. Deels dubbelingen, maar deels ook heel divers. Nou, even vooropgesteld, daar zijn we enorm blij mee. Want het zijn veel dingen waar we wat mee kunnen en die het ook alleen maar beter maken. De kanttekening is dat het ook een enorme puist werk is om daar op een goede manier doorheen te lopen. Antwoorden zorgvuldig te formuleren, goede afweging te maken. Waar doen we wel wat mee? Waar kunnen we niks mee doen? Dus het vraagt wat ons betreft iets meer tijd dan we in eerste instantie voorzien hadden. En we zijn daar ook nog niet helemaal mee klaar. Dus het is meer een terugkoppeling op waar staan we nu ongeveer dan al in detail alle reacties aan jullie kunnen voorleggen. Dus veel opmerkingen. Dank daarvoor. Dat is welkom. We hebben ze een beetje gecategoriseerd en dan zie je van nou, er zitten naast dat er gewoon redactionele en textuele dingetjes zijn die we uiteraard één op één zullen overnemen, zitten er ook nog wel wat toelichtende vragen in van nou, hoe gaat dat allemaal straks in de praktijk werken? Nou, dat geeft ons input voor hoe we daar in de communicatie en de FAQ's of aparte bijeenkomsten, nou, noem maar op ketendagen aandacht aan zullen besteden. Van, nou, hoe gaat het nou straks allemaal werken, hè, met elkaar? Vragen als ik heb niet alles volledig, moet ik het dan toch aanleveren en verrijken? Dat soort gegevens en vragen. Dus dat leidt niet tot aanpassingen in catalogus, maar leidt wel tot wat aanvullende punten waar we extra aandacht aan kunnen besteden in de communicatie. Verder zitten er ook nog wel punten, en ik noem ze maar eventjes, de categorie The Devil is in the Details. Vragen die worden opgeworpen, die soms ons ook eigenlijk twee tegenstrijdige richtingen insturen. En die gaan heel vaak zitten die op het grensvlak van de harmonisatie, zowel modelmatig als qua gebruikte termen, van hoe verhoudt milieukwaliteit zich nou versus de bestaande registratieobjecten in de bureau. Dat is eigenlijk continu het spanningsveld, merken we toch wel waar we in opereren. Bepaalde termen die in de bureau fase 1 zijn gebruikt, die eigenlijk door het milieudomein helemaal niet herkend worden. Dus daar waar we die hebben overgenomen, krijgen we vragen vanuit het milieudomein van waarom noem je dat niet zo gewoon zoals wij dat kennen. En andersom, daar waar we milieutermen hebben gebruikt, zie je partijen die uit het bureaufase 1 actief zijn. Van, waarom noem je dat niet zoals we het in bureaufase 1 noemen? Want volgens ons gaat het over precies hetzelfde. Dus dat is continu het spanningsveld waar we in opereren. Van, nou, hoe zorgen we nou dat we termen herkenbaar houden voor het milieudomein? Maar ook vanuit perspectief van hergebruik zo goed mogelijk aansluiten op wat er in fase 1 ontwikkelt. Dat is één ding waar we op dit moment veel vragen over aan het afpellen zijn en wat keuzes in aan het maken zijn. Een tweede categorie vragen is, gaan ook over
soms vanuit andere domeinen, en dan denk ik even vooral vanuit de geomodeling, die de parallel trekt met andere registratieobjecten, van nou, waarom hebben jullie die en die attributies er niet in zitten? Want in de geotechniek of in de bodemkunde hebben we dat wel. En het zou mooi zijn vanuit het perspectief van vergelijken van gegevens, dat we ook vanuit milieukwaliteit dat soort gegevens krijgen aangeleverd om die boringen bijvoorbeeld goed vergelijkbaar te hebben, of grondwateranalyses of dat soort dingen. Nou, dan zit je continu met de vraag van ja, het moet ook aan te leveren zijn. Hè? Dus het moet nu ook geregistreerd worden, want anders kun je ook niet vragen om dat aan te leveren. Dus hierin zit veel effort op dit moment in, nou, hoe ver kunnen we en willen we hierin gaan? Van de ene kant milieudomein, aan de andere kant andersoortige gebruikers van deze data. En dan met name kijkend naar de relatie met fase 1. Dat is één categorie vragen die we nog mee bezig zijn. Tweede categorie vragen gaat over domeinwaarden. We hebben hier en daar op de domeinlijsten die we kennen van het SIKB 0101 wat selecties gemaakt. Bepaalde domeinwaarden zijn wel toegestaan in de BRO. Sommige domeinwaarden die we wat minder relevant achten voor het milieubodemonderzoek SAD hebben we dan niet toegestaan. En dan krijg je soms wel vragen daarover, maar waarom kan ik deze domeinwaarde niet aanleveren richting de BRO en waarom die niet? Nou, daar moeten we ook nog eens even heel scherp doorheen van nou, zijn we daar niet iets te strak in? Dan moet je misschien iets ruimer definiëren. In ieder geval moet je wel overal goede argumenten hebben voor bepaalde domeinwaarden waarvoor je nu voor kiest. Die willen we ook niet in de BRO toestaan. Ander specifiek dingetje is van, er worden natuurlijk ook nogal wat meetgegevens verzameld uit milieukundige begeleidingen. En ik heb hier niet over categorie boringen en monsters uit boringen en analyses daarop. Maar dan heb je bijvoorbeeld over putwanden, putbodem bij een sanering. Nou, modelmatig kennen we alleen de boring en de pijlbuis. Nou, hoe ga je daar nou precies mee om? Met dat soort meetgegevens binnen SIKB 0101 kennen we een meetpunttypen of een daar kun je wat breder inzetten. In de BRO hebben we dat wat enger gedefinieerd. Dus dat houden we ook nog even tegen het licht. En tot slot zijn er nog wel wat vragen over bepaalde regels die we hebben toegevoegd. Je wil in de catalogus een aantal regels formuleren. Ook om op te kunnen valideren, zodat je voorkomt dat er foute registraties de BRO ingaan. Ik noem even een voorbeeld. We hebben eigenlijk nu alle boringen, pijlbuizen op een maximale diepte van 50 meter gezet. Maar dan krijgen we weer de tegenvraag van ja, ik heb ook wel eens een boring in mijn systeem zitten die meer dan 50 meter is. Nou, moeten we kijken van willen we die 50 meter iets verruimen? We willen wel vasthouden aan het, of blijven vasthouden aan het hanteren van sommige regels. Want anders filter je ook de foute registraties er niet uit. Maar hier en daar zijn we aan het kijken van moeten we die regels iets verruimen. Dus dat zijn eigenlijk de inhoudelijke vraagstukken waar we de laatste slag in aan het slaan zijn. Die zullen leiden tot een aantal aanpassingen in de catalogus. De exacte uitwerking daarvan, daar zijn we nog mee bezig. Dus dat is even terugkoppeling publiek consultatie. Even qua proces. Sinds 1 september toen het gesloten is, zijn we dus reacties aan het ordenen en verwerken. Dat is nog ongoing. We hebben op 11 oktober een domeinbegeleidingsgroep staan. Daar zullen we ook een terugkoppeling geven op de voortgang in de verwerking en een aantal keuzes die we willen maken. En tot slot in de volgende sprint review hopen we wel even wat meer in detail de reacties te kunnen doornemen. Uiteindelijk finale terugkoppeling, ook van alle vragen. Iedereen krijgt antwoord. En dat zal volledig transparant zijn of welke antwoorden we hebben, welke keuzes we gemaakt hebben, die zal samen met de besluitvorming catalogus later dit jaar plaatsvinden. Verder eventjes, dus dat even over de publieke consultatie. Ik weet niet of daar vragen nu op binnenkomen, Frank. Zo niet, dan ga ik even door. En dat is eigenlijk een recap, want we zijn de vorige presentatie daar wat dieper op ingegaan. En dat gaan we nu niet helemaal herhalen. Eentje wil ik wel even noemen. We zijn wel wat nadrukkelijk voorbereiding getroffen voor een werksessie over de grondwatermonitoring. Hoe verhoudt dat zich tot bestaande registratie? Hoe ga je om met
monitoring van grondwaterverontreiniging. En daar is een werksessie op 11 oktober. Een aantal partijen die hebben zich daarvoor aangemeld. Mocht je daar graag bij zijn, dan wel graag vanuit een concrete casus. Van nou, wij hebben in ons geval te maken met die en die situaties. Bijvoorbeeld een voorbeeld vanuit Rijkswaterstaat. Van nou, we hebben te maken met een aantal IBC-locaties. Waar pijlbuizen omheen staan en waar gemonitord wordt. Dus aan de hand van dat soort casussen willen we concreet kijken van nou, hoe kunnen we dat het beste aanpakken. Dus wil je daarbij aanschuiven, zeg je van nou, ik heb in mijn domein of in mijn, ik ben bronhouder en ik heb ook een aantal locaties waar ik met grondwatermonitoring van verontreiniging te maken heb. Meld je gerust nog even aan via de chat of via mailtje. Nou, die andere punten die hebben we vorige keer wat uitgebreider toegelicht. We zijn er nog niet zo heel veel verder in gekomen doordat die publieke consultatie wat meer tijd vraagt. Maar dat zijn de onderwerpen die op de rol staan voor Inbro, om daar nog eens even verder tegen het licht te houden. Dat is even wat mij betreft bij praten rondom SAD. De grootste tijd is dus gaan zitten in de publieke consultatieverwerking. En de voorbereiding van een overleg over de monitoring van het grondwater. Als er geen vragen zijn over SAD, dan geef ik graag het woord aan Brechtje. Ja, dankjewel Roland. SLD, wil ik jullie eventjes meenemen in wat we afgelopen sprint hebben voorbereid. We gaan op 5 oktober, dat is volgende week donderdag, met een aantal bronhouders, dataleveranciers, omgevingsdiensten, hebben een expertsessie, een werksessie, waarin we gaan kijken welke gegevens we van het SLD onder de omgevingswet, dus onder de nieuwe situatie onder de omgevingswet, dus dat is categorie 3 die hier omcirkeld is. Dus niet het overgangsrecht, maar echt de nieuwe gevallen. Gaan we kijken welke gegevens we daarvan gaan vastleggen. We hebben afgelopen sprint gebruikt om dat voor te bereiden. Ik neem jullie nu mee in wat wij hebben voorbereid. Op de volgende review kan ik terugkoppelen wat het uiteindelijk is geworden. Dus hou in je achterhoofd dat dit een voorstel is wat we volgende week gaan bespreken met, werksessie met de experts. Dus we kijken nu alleen nog even een klein stukje over het proces. We kijken nu dus puur naar die categorie 3. Dus nu alleen naar de nieuwe situatie onder de omgevingswet. Wat we daarna gaan doen is om die twee sporen eigenlijk weer bij elkaar te brengen. Van goh, wat hadden we vastgesteld om vast te gaan leggen onder de WBB. Wat komt daar nog? Daar gaat het overgangsrecht gaat daarin mee. Hoe kunnen we dat strakjes weer samenbrengen? Dus nu even oogkleppen voor een nieuwe situatie onder de omgevingswet. Yes. De omgevingswet die brengt wat veranderingen met zich mee. Belangrijk is natuurlijk om voor ogen te hebben dat het in principe wel, niet verandert. We hebben een bepaalde verontreiniging die wordt gesaneerd en er worden eventueel nazorg of gebruiksbeperkingen opgelegd. Dat is eigenlijk de drie, globaal gezien de drie stappen die we kennen, die we onder Bro SLD tot nu toe altijd hebben geïdentificeerd. Vanuit het scope document ook zijn aangewezen als degene die we, waar we de focus op leggen, waar we gegevens van vastleggen. Maar er verandert wel iets vanuit de omgevingswetten, vanuit de wetgeving, wat betreft de benadering. En wat hier staat zijn wat teksten die uit de memorie van toelichting of wetteksten komen. Dus misschien wat minder aansprekelijk zijn geformuleerd. Maar het gaat erom dat we niet meer vanuit het geval van de verontreinigingen, daar start het traject niet voor een bevoegd gezag. Maar vanuit de omgevingswet denken we veel meer vanuit de activiteit. En daar met die activiteit bedoelen we in dit geval de sanering. Dus we beginnen eigenlijk vanaf de sanering
En dan gaan we door naar eventueel op te leggen beperkingen en nazorgmaatregelen. Dus dat is het vaststellen van verontreinigingscontouren, dat kennen we niet meer of strakjes niet meer, hè, per 1-1-2024 onder de Omgevingswet. En de andere belangrijke verandering is dat er veel minder beschikkingen door het bevoegd gezag genomen gaan worden. Ja, dus er wordt veel meer gevat in algemene regels. Er moeten van tevoren meldingen gedaan worden. Hè, dus bij een sanering moet er vooraf een melding gedaan worden bij het bevoegd gezag met bepaalde verplichte informatie. En achteraf wordt er ook weer informatie verstrekt aan het bevoegd gezag. Daar waar we voorheen een hele rits aan besluiten, beschikkingen kenden. Dus dat is even goed om in ons achterhoofd te hebben van, ja, dat zijn toch dingen die anders gaan onder de Omgevingswet strakjes. Volgende slide graag. En als we dan redeneren vanuit die activiteiten, nou, dan komen we eigenlijk op de sanering uit. Ja, dus de sanering is in de omgevingswetterminologie milieubelastende activiteit die een hoofdrol speelt in BRO-SLD. Vanuit het Rijk zijn daar straks regels opgesteld. Die zijn vastgelegd in het besluit activiteiten leefomgeving. Maar een decentrale overheid, in dit geval een gemeente meestal, kan daar ook nog weer decentrale regels aan toevoegen. Ons uitgangspunt vanuit de BRO is dat we in ieder geval naar die rijksregels kijken, omdat die voor iedereen gelijk zijn. En dat daar al het basissetje aan gegevens in gaan voorkomen. En decentrale regels, ja, ze kunnen eventueel toegevoegd worden in de BRO, maar dan moeten we het met z'n allen erover eens zijn wat dat dan van gegevens zullen zijn. Dus we verwachten eigenlijk met name informatie uit die rijksregels te gaan opnemen. Ja, volgende graag. Naast die milieubelastende activiteiten wil ik ook nog even noemen dat er bijzondere omstandigheden zijn. Het is het ongewoon voorval ofwel het ongeluk wat gebeurt plotseling. Of een toevalsfonds. Nou, daar gaan we ook nog even apart naar kijken. De verwachting is dat we daar geen extra informatie van vast willen leggen. Anders dan als het leidt tot een sanering, dat je dan weer in die sanering komt. En die uiteraard vastlegt als sanering. Dat was even een klein uitstapje. Oh, deze is veel te klein, die ga ik toelichten. In het BAL zijn voor de bodem zijn 8 milieubelastende activiteiten benoemd waarvoor het Rijk regels heeft opgesteld. We hebben het gehad over dat saneren in scope is van BRO-SLD. Maar om volledig te zijn, hebben we ook even gekeken, oké, wat zijn nou die 8 activiteiten die daar genoemd worden? En zijn daar eventueel activiteiten bij die mogelijk ook geregistreerd willen worden in de BRO? Nou, als je kijkt, ik ga jullie doorheen praten, kijken is lastig. We hebben het opslaan van grond- of baggerspecie. Nou, dat is al in het scope-document buiten scope gesteld van BRO-milieukwaliteit in zijn algemeen. De volgende groep is eigenlijk het toepassen, dat is het op of in de bodem brengen. Nou, daar zijn verschillende smaakjes van. Het gaat over bouwstoffen, grond- of baggerspecie, mijnsteen of meststoffen. Nou, dat is ook in het scope-document al gesteld van, nou, dat is niet van toepassing. Voor BRO milieukwaliteit, dat is buiten scope. In het midden zien we de sanering. Nou, die valt eigenlijk uit in het saneren van de landbodem. Die is aangewezen als in het BAL als activiteit waarvoor rijksregels gelden. De waterbodem is buiten scope van BRO milieukwaliteit. Dus die vind je ook niet terug in SAD. En het saneren van grondwater, dat is een vraag die we volgende week ook graag willen bespreken met de experts. Van wat gaan we daarmee doen? Dus er zijn geen rijksregels voor opgesteld. Uiteraard wel van belang. Dus we willen graag in gesprek gaan. Hoe gaan we daarmee om? Dan hebben we links graven staan.
ondergraven wordt verstaan. Grondverzet met afvoer van grond als ene tak en als andere categorieën tijdelijk uitnemen en dus ook weer terugplaatsen van de grond. Dus haakjes zaten wij zonder saneringsdoelstelling. Nou, we hebben in de bureau SLD willen we daar eigenlijk de informatie geven die die aangeeft dat de kwaliteit zoals die bij BRO SLD is vastgesteld. Hè, dus in een bodemonderzoek is een bepaalde milieukwaliteit van de bodem vastgesteld. Als er activiteiten zijn die die milieukwaliteit definitief veranderen. Hè, dus niet het tijdelijk uitplaatsen en weer terugzetten. Dan zijn dat activiteiten die je als gebruiker in de BRO zou willen zien. Als we dus kijken, even teruggaan naar dat graven, dan zou eigenlijk één onderdeeltje van dat graven er wel onder vallen en een ander onderdeeltje niet. Dus het tijdelijk uitnemen is niet relevant, hè, omdat de grond weer teruggeplaatst wordt en de kwaliteit van de bodem niet verandert. Het grondverzet waarbij de grond wordt afgevoerd, zou dan wel relevant zijn. Dus dat stukje, klein beetje een grijs gebied. Willen we ook graag volgende week met de experts bespreken. Dus uit dit hele volle plaatje hebben we, even samenvattend gezegd, saneren van de landbodem willen we graag opnemen in BRO SLD. Saneren van grondwater en het graven waarbij de grond wordt afgevoerd. Daarover willen we graag in gesprek gaan met de deelnemers van de sessie. Ja, saneren en graven. Nou, hier nog even in tekst wat het verschil, zoals het wordt geduid in de wetgeving, is tussen saneren en graven. Eigenlijk heb ik dat net al verteld. Hè. Dus saneren is echt gedefinieerd als het beperken of ongedaan maken van de blootstelling aan de verontreiniging van de bodem of het beperken of ongedaan maken van de verontreiniging van de bodem. Ja, er zit een bepaalde saneringsdoelstelling aan vast. En het graven is tweeledig. Volgende graag. Nou, hier zie je een globaal procesplaatje van het saneren van de landbodem. We hebben het eigenlijk alleen over landbodems. Er is een bepaalde aanleiding. En vooraf is de initiatiefnemer verplicht om een melding te doen aan het bevoegd gezag en om bepaalde informatie aan het bevoegd gezag aan te leveren. Dat heet de informatieplicht. Daar zit een setje gegevens, hoort daarbij. Vervolgens, na 4 weken, want 4 weken van tevoren moet je die melding doen, kan je gaan saneren. En als die werkzaamheden helemaal zijn afgerond, je bent klaar met saneren. En na afloop ga je het bevoegd gezag weer informeren en moet je weer bepaalde gegevens verplicht aan het bevoegd gezag aanleveren, waaronder een evaluatieverslag. Nou, wat we zeggen, in de bureau registreren we eigenlijk alleen informatie die definitief is. Hè? Dus nog geen geplande activiteiten, dus zodra er een melding binnenkomt, dan is er nog niet gesaneerd. Misschien wordt er later nog wel besloten om helemaal niet te saneren. Dus op dat moment hoeft er nog niks geregistreerd te worden in de BRO. Pas als de sanering is afgerond, bevoegd gezag heeft zijn informatie ontvangen, dan is dat hele procesje klaar. En dan pas is het klaar om te gaan registreren in de BRO. Je ziet daaronder nog een andere aftakking. In het evaluatieverslag kan de uitvoerende partij adviseren om bepaalde nazorgmaatregelen of gebruiksbeperkingen op te leggen. Als het bevoegd gezag die ook daadwerkelijk wil gaan opleggen, dan leggen ze dat vast in een maatwerkvoorschrift of voorschrift bij een omgevingsvergunning. Nou, die twee voorschriften die zijn aangewezen als een beperkingenbesluit in de wet kenbaarheid publieke beperkingen, wel de WKPB. Dat betekent dat die besluiten geregistreerd moeten worden in het BRK. PB-deel. Dus de basisregistratie kadaster en dan het PB voor het deel publiekrechtelijke beperkingen. Wat is eigenlijk
de conclusie in ons voorstel, ik moet benadrukken even dat het een voorstel is. Als we naar deze lijn van activiteiten kijken, is, nou, we willen geen geplande activiteiten opnemen, want dat is heel lastig om iemand te verplichten tot hergebruik als het gaat om geplande activiteiten. Dus de registratie vindt pas plaats na afronding van de sanering of na afronding van de hele administratie, het aanleveren van de informatie. En wat we ook voorstellen is, we willen geen dubbele registratie binnen het stelsel van basisregistraties. Dus gebruiksbeperkingen en nazorgmaatregelen, die worden in de BRKPB geregistreerd. Nazorgmaatregelen die betrekking hebben op een aangebrachte afdeklaag worden straks ook in het omgevingsplan opgenomen. Om geen dubbele registratie op te leggen, stellen we voor om deze niet in de BRO ook nog eens te gaan registreren. We gaan wel in de expertsessie gaan we kijken van goh, welke gegevens zijn publiek toegankelijk van die beperkingen besluiten? Welke gegevens ontbreken daar eventueel nog aan? Maar we willen geen dubbele registratie opleggen. Dat is het voorstel. En welke gegevens, tot slot, was nog even, welke gegevens willen we dan vastleggen van die sanering? We gaan dus uit van de gegevens die verplicht aangeleverd moeten worden. En dat geldt voor iedereen. Dus dat zijn gelijke gegevens. En we gaan met het werkveld, willen we graag gaan kijken van goh, welke gegevens willen we straks met z'n allen gaan registreren in het BIS. Gaan we registreren in de BRO voor hergebruik. Tot slot een korte samenvatting. Ja, dus toepassen en opslaan zijn buitenscope van BRO Milieukwaliteit. Saneren is eigenlijk de hoofdactiviteit met de meldingen die daarbij gedaan worden. Die we willen gaan registreren in BRO SLD. Daarbij hebben we nog een aantal vraagstukken. Waaronder graven waarbij grond wordt afgevoerd. Wat willen we daarmee doen? Willen we eventueel nog iets extra's vastleggen over ongewone voorvallen of toevalsvondsten? En een van de hoofdvragen is ook, wat willen we gaan doen met de grondwatersaneringen? Aangezien we daar geen rijksregels voor hebben, maar het wel heel relevante informatie is. Tot slot komt ook nog vaak de vraag naar boven, willen we toch nog iets met verontreinigingscontouren doen? Ook al ligt daar wettelijk niks van vast. Wellicht willen we daar toch nog iets van gaan vastleggen in de BRO. Die vraag willen we ook nog graag voor gaan leggen aan het werkveld volgende week. Ja, dit is kort het vervolg. 5 oktober heb ik al een aantal keer genoemd. Die is ingepland en ingedeeld. De week daarna hebben we ook nog een werksessie met de gebruikers van de gegevens, met de afnemers. Die staat gepland op 11 oktober. Mochten daar nog geïnteresseerden zijn, dus mensen die zeggen van ja, deze data die ga ik strakjes, die gebruik ik nu, maar die ga ik strakjes ook van de BRO gebruiken. Dan meld je even in de chat, dan ben je van harte uitgenodigd. En als we dit stukje hebben afgerond, dus als we zicht hebben op hoe ziet SLD er onder de omgevingswet voor ons uit. Ik zie dat ik een G mis. Dan gaan we kijken van goh, hoe kunnen we die twee brokken informatie die we nu hebben, SLD onder de BBB en SLD onder de omgevingswet, hoe kunnen we die twee gaan integreren? Nou, daar moeten we ook nog even goed naar kijken. Dat staat gepland als vervolg. Dankjewel, Brechtje. Zijn hier vragen over binnengekomen? Niet over de inhoud. Er zijn wel een aantal mensen die hebben opgemerkt dat ze geen uitnodiging hebben gehad voor de sprintreview. Wat ook misschien wel eens kan verklaren waarom we nu met 25 man zitten in plaats van met, nou, normaal zitten we meestal met 50 of meer. Dus ik ben het aan het uitzoeken met degene die normaal de uitnodiging verstuurt. We hopen in ieder geval beterschap voor de volgende keer. Er komt sowieso de opname en de presentatie, die worden ook aan iedereen nog weer ter beschikking gesteld.
En voor een volgende keer, de link is altijd hetzelfde. Ja, de link is altijd hetzelfde. Als je een interview van de vorige keer neemt, dan kom je er ook in. Maar ja, dan moet je wel voor jezelf in je agenda ook nog een keer het erin zetten, zeg maar. Dan, ja. Dus het is wel zo fijn als het gewoon gefaciliteerd wordt op de manier waarop het normaal gebeurt. Oké. Dus daar ga ik achteraan. Ja. Maar kennelijk toch aangehaakt, want ze stellen de vraag in de chat. Dus, Ja, een aantal wel. Maar het zou ook kunnen zijn dat er mensen zijn die zich eenmalig hebben opgegeven en dat die dan wel de mail hebben gehad. Oké, gaan we nog even achteraan. Geen verdere vragen of opmerkingen bij dat wat er is voorgelegd tot nu toe? Dan ga ik nog even naar de tijdlijn. Herhaling wat we ook eerder al hebben gedeeld met jullie. Van nou, hoe ziet het tijdpad 24-25 er nu uit? Voor Imbro A, waar we nu bezig zijn met de verwerking van de catalogus... De publieke consultatie daarop, SAD, is de bedoeling dat die dit jaar wordt vastgesteld. Ondertussen is er ook uitgebreid, wordt er al gebouwd en wordt er ook uitgebreid getest op de catalogus versie 0.9. Ook daar komen weer wat dingetjes in waarmee we het kunnen verbeteren naar voren. En uiteindelijk is de bedoeling dat de landelijke voorziening ergens begin volgend jaar... de mogelijkheid biedt om die gegevens aan te leveren en dat het in werking treedt per 1-7-24. Daar zitten uiteraard termijnen aan vast. Er is een mogelijkheid om het aan te leveren binnen de wettelijke regeling, dus vanaf 1-7-24 dan zit die in de regeling. Ik meen dat er uiteindelijk een verplichting is om dat binnen 5 jaar te doen, voor zover het uiteraard data zijn die aangeleverd kunnen worden. Dus dat even wat betreft SAD onder Imbro A. Voor de overige zaken, dus dat is SAD onder Imbro, dus dat is voor nieuwe data. En ook SLD in zijn volledigheid. En daar verwachten wij, werken we het komend kwartaal vooral aan de verdere uitwerking van de catalogus. Of we hem dit jaar helemaal afkrijgen, dat, we hopen wel daar goed deels mee klaar te zijn. Maar wellicht nog wat puntjes op de i na de kerst. Zodat we in ieder geval daarin een publieke consultatie kunnen doen in het eerste kwartaal van 2024. Met de verdere gebruiktermijnen en verwerking. En dat die in medio volgend jaar kan vastgesteld worden. En ook daarna in de regeling opgenomen, zodat dat in werking kan treden per 1-1-25. Dus dat zijn de termijnen waar we op sturen nog altijd. Kijk ik even naar de komende sprint. We hebben hier niet zoveel aandacht aan besteed, maar vrij veel energie stoppen we ook in het testen en het bouwen ondertussen. Dus versie 0.9, zoals in de catalogus is uitgewerkt, is inmiddels ook gebouwd en wordt op getest. Vervolgens betekent dat we uiteindelijk gaan naar een versie ter besluitvorming en dat het bouwproces daar ook achteraan kan lopen om de laatste veranderingen door te voeren. Verder zullen we vooral de focus leggen op hoe gaan we om met een stukje monitoring, materiële geschiedenis op het grondwatergebied en een start maken met de aanpak van de issues die we onder SAD willen bekijken. Daar hoop ik in ieder geval de komende sprint wel een aantal stappen in te zetten. En wat Brechtje net al toelichtte, is de inhoudelijke vraagstukken van FLD onder de omgevingswet. Die hopen we de komende weken uitgewerkt te hebben en ook daar een aantal vragen in beantwoord en een aantal keuzes te kunnen maken, zodat we een goed beeld hebben van nou, wat zijn nou de bouwstenen van FLD onder de omgevingswet. Zodat we in de sprints daarna ook kunnen gaan modelleren en de catalogus kunnen gaan samenstellen. Dat is wat er voor de komende sprint op de planning staat. Ruim binnen het uur dit keer. Wij hebben ons zegje gedaan. Ik weet niet of er nog verdere vragen zijn. Zo niet, dan stel ik voor dat we hiermee de sprintreview afronden. Ik zie verder geen vragen. Ja, mooi. Dan danken we jullie voor de aanwezigheid en dan de volgende sprintreview is op, even kijken, 26, even uit mijn hoofd, 26 oktober. Ja. Dus
zullen zorgen dat iedereen zich aanmeldt ook een uitnodiging heeft. Precies, nogmaals excuses. Maar ja, dat moet ik vooral voldoen aan degene die er niet zijn. Dat het niet goed is gegaan. Ja. Goed. Dank jullie wel.